We staan bij de bakfiets van de stichting Joris Bezorgd. Wat gaat Joris en Joël hiermee bezorgen? Nou, Joris en Joël bezorgen hiermee groente en fruit, brood en ook bier van de Vechtouwbrouwerij. En dat deden ze altijd op een hele oude bakfiets. En dat was eigenlijk wel heel zwaar om mee te trappen. En nu met de hulp van de gemeente Dalfsen en Stichting Wilhelmus Vrijling en de Vechtouwbrouwerij is deze fiets tot stand gekomen. Dus kunnen de jongens nu ook echt afstanden afleggen zonder dat het te zwaar is. Het is een serieuze bakfiets, klassieke oude bakfiets. Maar de jongens hebben ook serieus de bakfiets vol met groente en fruit. Dat is ook echt zwaar. En met bier en met brood. Dus, en ze moeten eigenlijk heel Dalfsen door. En ook al een klein gedeelte van het buitengebied. Dus dan is het een welkome aanvulling dat hij elektrisch ondersteund is, ja. Hij kan 16 km per uur, maar dan is de inspanning iets minder dan wat je met de vorige bakfiets had. Dus nu kun je ook gewoon echt relaxter fietsen. Dan is het nog zwaar werk, maar fijner dan voorheen, ja. Ja, en er kan meer op? Er kan niet eens zozeer meer op, maar we kunnen nu wel grotere afstanden overbruggen. Dus nu kunnen we meer ritjes achter elkaar doen. En laatst met de Damito-beurs hebben we veel nieuwe klanten gekregen. Dus ze moeten nu ook echt serieus hard aan de bak, die jongens, ja. Wie maakt zoiets nog? Dit doet een bedrijf in Heten. Wij hebben hem gekocht bij een bedrijf in Amsterdam. Heten verkochten ze niet rechtstreeks aan bedrijven. Maar Workcycles is dat. En we zijn er heel blij mee. Dit is echt een goede, stevige bakfiets. Goede remmen. En goede ondersteuning, dus dat is helemaal prima. En de juiste uitstraling. Ja, en ook een mooie aanwinst voor Dalfsen. Want welk dorp wil nu niet zo'n fietsen dagelijks door het dorp heen fietsen hebben? Nou ja, aan alle kanten is het goed. De mensen die het bezorgen, dat is prima. Voor de klanten is het goed. En op deze manier om je spullen bezorgd te krijgen is helemaal fantastisch natuurlijk, ja. Hoe blij ben je met de nieuwe bakfiets? Ontzettend blij. Vooral vandaag, met gisteren met het weer. Echt een ganse storm. Dat is ontzettend fijn. Ik heb ook afgelopen weekend ook op de beurs gestaan. We hebben heel veel klanten binnengehaald waar we ontzettend blij mee zijn. Ja, je hebt de fiets al geprobeerd dus een dag? Ja, gisteren voor de eerste dag. En hoe beviel die? Hoeveel kan erop? Hoeveel? Ongeveer 20 kratten qua groente. Ja. Ja, dus hoeveel kilometer ga je ermee maken in een jaar? In een jaar? Ja, dat kan ik zo niet vertellen. Je rijdt heel wat rondjes door het dorp Dalfsen, hè? Ja, het is ongeveer zo'n 20 kilometer per dag, ongeveer, dit moment. Dus. En dat een paar dagen in de week? Ja, ik doe het woensdagmiddag en vrijdagmiddag. En Joël die fietst iedere donderdagmorgen met brood van de mos. Ja, en kun je de bakfiets ook zelf onderhouden? Nee, dat doe ik zelf niet, nee. En hoeveel kilometer kan hij, hoe hard wil die? Hij fietst ongeveer 16 kilometer per uur. Dat wordt door de fabriek verteld, dus in de praktijk moet ik nog even kijken hoe dat uitvalt. Ja, maar het trappen is een stuk makkelijker dan met de oude? Absoluut, ja. Dus nu, het is hartstikke welkom nu, voornamelijk met veel klanten die zijn aangemeld. Dus dan, wat ga je met de oude doen? Die verkoop ik weer, denk ik. Goed initiatief, Joris Bezorgd. Ja, ik vind het echt. Dit zijn van de projecten waar je als wethouder heel erg trots op bent. Het is normaal gesproken van mijn collega van Leeuwen, hè, die is hier ook betrokken bij geweest. En hij was al trots op dit project, maar nu begrijp ik ook waarom. Ik geloof dat we de helft gefinancierd hebben. En normaal gesproken zou ik zeggen, waarom eigenlijk? Maar als je kijkt dat deze jongens nu een zelfstandige baan hiermee aan het creëren zijn. Hè, dus ook hun eigen broek op gaan houden. Dan hebben we daarmee met een hele kleine investering, ook als gemeente, een stuk kostenbesparing gerealiseerd. Maar wat ik veel belangrijker vind, iemand is weer in staat om zijn eigen boterham te verdienen. Voegt u wat toe aan de maatschappij, doet u mee, krijgt zelfvertrouwen en ontwikkelt zich. Nou, wat wil je nog meer? Ja, en het voegt ook wat toe aan Dalfsen. Zo'n mooie fietsen dagelijks door Dalfsen, door de Nieuwe, dat is ook mooi. Ja, gaaf. Hè? Er mogen van mij betreft wel een paar meer bij komen. Zo, hè? Ik vind het echt heel mooi om te zien.